Een door jullie erg geliefd persoon die wel eens in mijn video's zit, is Tajula. My name is Tajula. Ik neem hem meestal mee naar verlaten locaties. Niet per se omdat hij zo moedig is, maar eerder juist het tegenovergestelde. Waarom? Laat me wachten in de auto, ik kan dit niet. Ik zal jullie eerst laten zien hoe het allemaal is begonnen. Maar Tajula moet natuurlijk eerst zorgen dat hij klaar is voor de strijd. Wat zoek je? Iets scherps. Oh. Je wil maar dit gaan. Kijk, een scherpe steen, broer. Dit gaat recht in die oog. Heb dit meegenomen? Doe alvast een duimpje omhoog. En als jij in de comments kan laten weten hoe vaak Tajula heeft geplast in deze video, dan krijg je een like van mij. Oké, veel plezier met kijken. Tajula, de mensen wilden dat je kwam. Ja, je bent het. Ik wil echt niet komen. Ik wil echt niet komen, zeg je eerlijk. Het verhaal hierachter is, ik had Tajula gevraagd. Hij wilde eigenlijk niet. Vervolgens had ik op Instagram een story geplaatst met de vraag of mensen wilden stemmen of hij mee moest, ja of nee. Jullie kozen voor ja. En zo volgden er nog vele keren. De allereerste keer waren we bij wat verlaten bunkers aan de kust van Wijk aan Zee in IJmuiden. Mijn versterking, want weet is, een horrorfilm gaat er altijd maar één donkere guy dood. Als eerst, bro. Dit keer misschien ook, maar nou ben ik het niet. Ik vind 20 minuten wel voldoende, denk ik. 20? Hoe lang wil jullie erin blijven dan? Leg me het even uit. Oké, kijk, dit is wel een goede plek om geest op te roepen. Hé, broer, wat? Ga die ding ook niet zeggen, broer. Niet schreeuwen, stop met schreeuwen. Ga daar voor staan. Ik sta naar jou. Zwervers. Ja. Waarom zwervers? Ben je daar bang voor? Wow. Nee, maar ze moeten niet onverwachts komen. Ze lijken op zombies, toch? Ja, wie is het nog best? My name is Tajula. I am the king of Wakanda. Nee. Telt dit als wildplassen? Kijk, boeit mij niet. Ik ben safe. Ik ben in de buitenlucht, bro. Als hij daar verdwaalt, is echt zijn zaak. Bro, op mijn moeder is zijn zaak, hè. Ik ben zo serieus. Kijk, nu we safe zijn, ga ik me wel afvragen. Waar is Arno? Nu wel. Ja. Wat heel bizar was, is dat er vlak nadat wij hier waren geweest, een lijk is gevonden naast een van de bunkers waar we in zijn geweest. En dat maakte het de keer daarop dat we weer naar verlaten bunkers gingen wel een stukje enger. En dat vond Tajula ook. Nee. Daar zijn we weer. Helaas wel, ja. Ik weet niet hoe je mij altijd overhaalt, maar de volgende keer dat je mij geappt, ga ik je gewoon blokken. Ga ik gewoon zeggen dat mijn telefoon kapot was. Dat kan niet, want als deze video 15.000 likes krijgt... Dan? Dan wat? Ik weet niet. Ik ga je nog een keer. Maar je hebt wel weer backup meegenomen. Duh. Nog steeds ben ik niet de enige blakker die doodgaat. Come on. Ik heb heilig water meegenomen. Voor als iets komt... Begrijp je? Wat doe je? Ik gleed uit met lipbalsem. We kunnen niet gepakt worden met droge lippen, toch? Gaat geen steen van mij zeggen, hè? Hier heb je lipbalsem. Nee. Hey, hallo? Wie groet jij? Kijk, dit zijn die dingen, toch? Wie heb jij nu gegroet, broer? Hey, pussy, sta gewoon voorop, man. Ga jij dan? Nee, man, deze plek is broeien, bro. Oh my days, bro. Ik zweer het je, ik ga hier niet in. Ik ga hier niet. Maar gozer, we zijn toch niet voor niets er helemaal heen gereden? Blijkbaar wel. Bro, ik zweer het je op mijn moeder, ik ga hier naar daar. Ik zweer het je. Cool. Het zou ook zomaar kunnen zijn dat er gewoon iemand ligt hiernaast. Oké, kraak, kraak, kraak. Ja, het zou zomaar kunnen zijn, toch? Ja, dat betekent dat we hier gewoon moeten blijven, hè. Ja, jongens. Wat was dat? Waarom plas jij in elke video? Ik kon die spanning niet meer aan, sorry. Angstplasje? Kijk, je begint gewoon hier en je gaat helemaal er doorheen lopen. Hé, hey bro, ik zeg je eerlijk, dan zou ik het in mijn broek doen, man. De volgende keer gingen we naar een verlaten attractiepark. En Tajula kon zijn eigen vrienden niet meer zo ver krijgen om mee te gaan. En het begon meteen al slecht. Tajula die heeft zijn auto vastgereden in de modder. Dit is letterlijk blindelings op de navigatie vertrouwen en gewoon rechtdoor rijden. Yo. Kijk toch. Wat dacht je? Bro, ik weet niet. Jij zei tegen mij, je moet door het land heen. Dus ik kijk gewoon. Nee. Zeg, ik kan nooit serieus zijn. Hoe bedoel je? Waarom zijn we in een bos? Er is geen huis. Er is geen stad. We zijn gewoon letterlijk in... Daar staat een tering. Niet mensen zoals iets aanraken ook toch? Ik zie ook een rijtje. Hey, bro, stop het toch. Zo dramatisch reageren, ouwe.
What the fuck? Ik ga terug. Ik ben jullie zat. Waarom? Laat me wachten in de auto. Ik kan dit niet. Ik kan het echt niet. Dit is te donker. Ik ben serieus. Nee. Stel op jij. Nee, alsjeblieft. Stefan, broer, luister. Ik word... Oh, yo. Broer, ik word ziek. Ik ga terug, man. Ik ga terug. Sorry. Wij gaan in de auto wachten totdat ze terug zijn. Hey. Ik was echt benieuwd naar dit plan. Mijn nigger, hij begrijpt het eindelijk. Nee, je mag het nog steeds niet zeggen. Hij keek echt naar van, mag ik het niet zeggen? Nee. Yo. Ik zie geen niks te shit. Bro, hey, wacht, het schijnt dat 's nachts deze poppen tot leven komen. Dat is goed voor de moeder. Alsjeblieft. Nee. Ik zie niks. Ik krijg paniek. Oh mijn god. Rustig. Ik kom nooit meer. Luister mensen, ik heb nu gezegd. Nu. Vraag me niet meer, ik ben serieus. Okay, bij 30.000 likes komt Tajula volgende keer weer. Ik kom echt niet meer, ik zeg je eerlijk. Het is me gelukt om hem weer mee te krijgen. En deze keer waren we bij misschien wel een van de engste plekken, namelijk de verlaten spookstad Doel in België. En Tajula had het wel heel zwaar deze keer. Hij is het toch wel? Helaas wel. Soort van. En wat is de bedoeling van vandaag? Hoe gaan we vandaag kijken hoe we gaan sterken? We gaan overnachten. Ik zat op honkbal. Welke positie speelde je? Quarterback. Het zou geen verlaten plek video zijn met Tajula zonder dat Tajula eventjes zou plassen. Ik ben altijd zenuwachtig daarom. Dat is een gesticht, daar zaten vroeger mensen die niet helemaal goed waren, zaten daar. Hoor je dat? Zieke mensen in hun hoofd waren daar, hè? Ze zijn opgestaan toch, uit de graf en hier gaan wonen met z'n allen. Naast die kerk. Naast die kerk is een begraafplaatsje. Uit die begraafplaats zijn die geesten opgestaan. Zullen we gaan kijken dan? Waarom, broer? Nee, laten we echt een goede plek vinden om zeg maar te dagas. Als ze in het slapen? Ja. Hé, ik krijg een paniekaanval denk ik. Broer, luister. Ik ga niet daar. Weet je waarom niet? Mijn familie ligt daar niet. Dus leg mij uit, wat moet ik daar doen? Ben je oké? Ben je oké? Nee. Dit zou wel een goede plek zijn eigenlijk. Voor wat? Chickies. Zeg maar, je moet eerst alles goed verkennen. Echt heel goed. En als je weet dat het is safe, kan je gewoon chickies meenemen. En dan? Ja, maar boom. Hou op. Hoe niet? Bro, je moet beseffen, kijk waar ik sta. Ik kan ergens in een hoek veilig staan of zo. Nu ga ik hier iets pakken me hier. Nu ga ik daar. Er is ineens een hoek waar ik zeg maar gewoon kan flexen. Weet je? Was eng, bro. Nee. Je was 5 minuten weg, hè, broer. Doe dat nooit meer. Heb gehoord. Dat ken niet. Net als South Park, dat ken niet. En het begint al serieus donker te worden. Dus was het. Ja, laten we zomaar terug gaan naar de auto. En dan naar huis gewoon? Nee. Even wat eten en dan moeten we hier erin. 24 overnachten. Hey, wie ben ik? We gaan gewoon 24 uur. Hé, maar kijk, die rotten. Overnachten in verlaten stad. 24 overnachten. Broer, jij bent gek. Kijk hoe rat is het. Mijn moeder moet ik om 11 uur thuis zijn. Dus, Zeg gewoon. Nee. Stop. What the fuck, ouwe? Broer. Waarom heb ik hierin meegestemd? Vraag ik mij nu af voor de derde keer. Ja, echt. Voor de derde keer. Ik zeg het je. Jongens, nee, kun je ook niet meer vragen. Het is echt genoeg geweest zo. Dat zeg ik iedere keer. Nee, maar dit keer echt. Bro, mijn hart klopt op plekken waar het niet hoort te kloppen. Als je wilt dat Tajula nog een keer meegaat, doe dan een duimpje omhoog. Want bij 30.000 likes op deze video gaat hij nog een keer mee. Dat heb ik nu bedacht, maar hij durft nooit nee te zeggen dan. Oké, bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie later.